Goedendag, minister Jan Bodian. Het is Van Hove André hier terug. Ditmaal wel niet zo vrolijk als de vorige keer. Want zoals ik vernomen heb, is er nog altijd geen time gelaten in verband met de subsidie. En zodoende staat eigenlijk de breugelfeest in een eigen dorp dan ook wel in vraag eigenlijk, al bijna afgelast zijnde. En ook ondertussen heeft dan Wust Wezel aan ons laten weten dat zij voor de volgende editie beroep zullen doen op collega's, die ik nu niet ga benoemen uiteraard. Daarmee wil ik dan toch eigenlijk wel zeggen dat er kwaad bloed is bij de vlijtige vlegels, waar we toch wel een aantal vorige keer toch op u gestemd hebben en dat dan de volgende verkiezingen dan toch zeker niet gaan doen. Nu, er was heel wat discussie en Theo die wilde zelfs met knuppel en al naar Brussel komen, maar dat heb ik dan toch nog kunnen tegenhouden. Want anders... En daarom, meneer Jan Bodian, geen zalige kerstmis vanwege de vlijtige vlegels.